P51 Mustang gepasseerd. Luister even. V-stelling gebouwd, net zoals een Ferrari. Wat zal het zijn? 15, 1600 pk, dat weet je nooit precies. De brandstof is niet meer helemaal goed, maar rond die orde zitten toch wel. Zou origineel 1500 pk. Er zijn er ook die 2000 pk leveren. Het is een prachtig stuk techniek, deze Merlin aangedreven North American Mustang. Ja, dit vliegt er helemaal over de vleugels, die zwart-witte strepen. Die waren eigenlijk erop geschilderd. Even dat fluitje horen, dat fluitje. Daar gaan we het zo meteen even over hebben. Maar die vooral tot stand door het initiatief van de Royal Air Force. Ik laat hem nog even horen. Dit is echt muziek hoor. Sorry, dit vind ik dus echt muziek. Hij kwam tot stand door een initiatief van de Royal Air Force die op zoek waren naar meer P-40 jagers. Maar ja, die konden ze niet aankomen. Ze wilden ze een tweede lijn openen in Engeland en toen gingen ze naar North America. En toen zei de baas van North America, die heette James Dutch Kindleberger. Nou, ik ga u vertellen, dat Dutch zal wel voor Deutsch hebben gestaan, of wel een Duitser, maar in ieder geval... Hij heette James Dutch Kindleberger en die zei, nou weet je wat, ik heb nog een ontwerpje liggen dat misschien best leuk is. Daar had hij ook een klein prototype van en uiteindelijk is dat de P51 Mustang geworden, wat uiteindelijk, lange strijd, de beste Amerikaanse jager van de Tweede Wereldoorlog is en misschien wel de beste van allemaal. Hoewel er natuurlijk best wel een paar Russen en een paar Engelsen zijn die dat willen bestrijden. In 120 dagen is de mythe is dat hij in 120 dagen tot Schiphol Airport is. Nou, als je dat hoort, het net een beetje dat typische fluitende geluid. En dat komt door de lucht die door de oliekoeler eigenlijk geperst wordt. Waardoor dat typische fluitende geluid ontstaat. Naast dat prachtige geluid van Merlin. Het vliegtuig, zoals ieder vliegtuig, heeft een registratie. Hij heeft natuurlijk de militaire registratie, maar het is een burgervliegtuig. Geopereerd is door Tom van der Meulen. En de registratie is wel grappig, dat ziet u misschien heel klein, dat is PH voor Nederland en dan PSE, of PSI eigenlijk. En dat staat eigenlijk S, dat kun je ook lezen, dat is in 1948 zijn militair vliegbrevet gehaald. En Tom zelf is gaan vliegen op zijn 17 in 1977. Dus die is ook alweer een tijdje bezig. Maar er is alweer een derde generatie, een zoon daarvan, Wout van der Meulen, die heeft vorig jaar op 13 april zijn brevet gehaald. Die was ook toen 17 jaar. Dus je hebt een paar van die vliegfamilies in Nederland en daar is de familie van der Meulen er eentje van. Ik denk, het is wel een beetje eenvormig allemaal. Ik denk dat je daar niet over bloemen op kunt praten of zo. Of over molens. Het zal wel altijd over vliegtuigen gaan, denk ik. Ja, want de oude Tomkast van de Meulen, dus de vader van de man die we hier nu voorbij zien vliegen in die onwaarschijnlijk mooie Mustang. Dat was een squadrongenoot en een tijdgenoot van Martin Schreuder. En die jongens waren ook een beetje maatjes. Maar die Martin Schreuder begon, ja, tot ons alle vreugde met Martinair. En John Blok begon, die kwam ook uit die tijd, die begon met Transavia en ook een beetje met Martinair. En Tom van der Meulen zei wel, nee, dat is allemaal niks. We gaan sproeien met vliegtuigen. En hij begon met het sproeien, dus het hele inzaaien van de Noordoostpolder en van de Flevopolder is gedaan door een bedrijf dat heette Tom Vliegt Voor U. We krijgen vandaag ook Spitfires te zien, dus wat dat betreft komt het wel goed. Want dat was die andere jager waarover gediscussieerd wordt dat die toch wel de beste... Er was die discussie over wat is nou de beste, maar ja, je kunt altijd die vergelijkingen door blijven zetten. Het is overigens één versie geweest van die Mustang met een Merlin, die had 2200 pk. Dan moet u zich voorstellen dat je dus als jochie van een jaar of 20, 22 in die kist zat en gewoon vol gas gaf. En dan ging dat ding er als een malle vandoor. Maar dat soort vermogens komt tegenwoordig nog steeds voor met uw Mustang. Want dit is het moeilijkste stuk van de vlucht. Maar
zoals we mogen verwachten van Tom van der Meulen. Zet hier een feilloos neer. Kijk naar dat, dat zult u vaak bij die staartwielvliegtuigen zien. Het richtingroer dat nogal actief is. Want dat is de enige manier waarop je hem netjes recht op de baan kunt houden. En met die voeten wappert de vlieger heen en weer. De regel is ook heel simpel. Je hoeft niet na te denken welke kant moet ik nou zo bewegen. Gewoon bewegen en dan komt het altijd goed. Dat is... Keep those legs moving, schreeuwde een instructeur ooit tegen mij toen ik dat leerde. En een probleem is om hem recht te houden als u naar Tom kijkt die nu de kap heeft opengeschoven.